Ik kom eraan. Ik kom eraan. Even zwemmen naar de overkant. Wanneer zie ik jou daar afstaan? Of niet? Dan heb ik een probleem. Nee, dat is een behaard gezicht. Dat zou jij wel zijn. Zo. Hallo. Hallo. Ik ben gearriveerd om je op te pikken. Mooi. Kijk, je hebt een leuk stoel. Pak je drinken, die niet lekker meer is. Steken in zijn gezicht. Ik weet niet, dat hij houdt op planken. Ik dacht, is dat? Ja, iemand die zichzelf probeert te beschermen waarschijnlijk. Oh, dat denk ik ook. De auto weigerde een beetje. Nou, rij maar eventjes hier naar die factory. Ja. Dan lopen we zelf die Quarial in, maar hier nog een auto. Stoppen. Daar komt mijn geweer, by the way. Oké. Okay. Want ik ben lui. To the max. Hey, een wire. Een jackhammer. Een wat? Een jackhammer. Heb je dat nodig? Nou, daarmee kun je, dat is een metal scrap goldmine. Oh. Het is wel een vette plek, laat ik het niet liegen. Het ziet er wel cool uit. Nee. Wire. Lekker, ik heb ook al wat gevonden zelfs, dan gaan we goed. Hey, hier is ook zo'n nood om te hakken. En er was ook een pickaxe daar. Ja, en ik heb dus een jackhammer. Oh ja. Kijk, let op, ik ga altijd zien wat hij doet, die jackhammer. Hij is 100% zelfs, dus kijk hoe goed het zal gaan. Zo. Hier ben ik, let op. Oh wow. Zo'n ding. Hop. Aba. Metal scrap. Ja, hij is vol. Dit is echt wel een plek waar niet zoveel mensen komen, denk ik, want er zijn overal auto's. Nee, waarom? Stop. Ja, maar was het. Ik wou nog zeggen, word ik nu bijna aangereden, maar de antwoord is ja. Ja. Drinken. Metal sheet. Wat is het? Nice. Metal sheet kan je beter omcraften naar metal scrap. Hey, er zijn nog meer gebouwtjes daar verderop. Ja. Zo'n echte coole quarry. Op. Een helmpje. Doorladen. Dat was niet raak. Dit wel. Daar liggen wel overal pickaxes. Nou, niet dat ik die hoef, maar... Nee. Een zaklamp. Nee, meer een briefje. Liggen hier wel heel veel lore. Ook, het is gewoon een mechanic, joh. Ja. Flashlight. Wee. Wat zit hier verder in? Scrap. Scrap, denk ik, geit, kan je hier wel mijnen. Ja, ja. Al die notes, dat is allemaal scrap, natuurlijk. Dat is allemaal free scrap. Oeh. Daar zat wat leuks in. Daar zat wel leuks in. Oh, dynamite en scrap. Ja. Heb eens. Fijn, bedankt dat je me ook hielp even met die zombie. Ja, ik zag je struggelen, maar ik was toch wel erg afgeleid door het... Ja, verder is hier echt helemaal geen bal, volgens mij. Even googeloeren. Oh, scrappy notes. Ja. Scrap notes. Kom maar op, zombie. En hier staat wel geteld één boom. Is dit nog een sledgehammer? Oké, maar dit zijn wel veel metal scrap notes, hoor. Ga staan minen, ben je echt wel desperate, maar... Dat zou ook kunnen. Ik zal er zo even ingaan. Kom maar binnen. Nou, nu is ik opgesloten. Oh. Ja. Ik heb al een airlock gemaakt. Hier is een chill plek. Oh, gezellig. Ik kan de deur even openzetten, dus alles gewoon in even die groep gaat. Hier kan je naar boven toe. Oh, allemaal bedjes. Ja, hier kan je even in je bed een bedje claimen. Zo. De kluis kan je niet kijken, maar... Nee. Oh, we hebben ook zat rope en duct tape. Ja, maar wat bedoel ik? We kunnen die bom even om... Oh, wat denk ik nou? Waar zit je in? We hebben zat... Ik heb zat supplies gescharreld. We zitten zeg maar op het eiland...
tussen Sint-Petersburg en Moskou. Ah, zo. Dat is een goede plek. En ik heb hier nog wat belangrijks. Oh, eten. Farm. Nice. Dan kunnen we het beste food supply hier. Dat is echt wel goed. Om een van de reden moest ik hem wel schuin plaatsen, maar vooruit. Nou. Goeie. Ja. En, ik heb geleerd volgens een rustervaring dat we roof access moeten hebben. Kijk, het is letterlijk overgekeerd uit rust. Overal, feedback was, we hebben niet overal een engel en ze schieten ons dood door onze eigen ramen. We hebben overal een engel en ze kunnen ze dicht doen. Nice. En we kunnen zelfs nog een verdiepingje omhoog. En dat is echt het dak. Dat is gewoon het dak. Roof access. Ja, hier zou je nog van die kantelen achter iets moeten maken eigenlijk. Ja, of we bouwen hem uit of we kunnen iets sandbags neermikkeren. Ja. En hier staan waterbarrels, als het een keer gaat regenen. Wat het blijkbaar niet doet. Nee. Ik ga even kijken, Lucas, bij die bom. Want ik wil die bom loskrachten nu ook, hoor. Waar staat hij nou bij? Deze. Hij staat bij de allereerste craft en dan de eerste. Craft en dan de eerste. Oh, hier staat hij. Dit is Fire Landmine. Ik had... Kan je dan... Oh ja, je kan hem plaatsen. Dit gaan we zo hard ergens plaatsen. We gaan hem wel even... Ik wil hem eigenlijk uittesten ook. Ja. Hij kost helemaal niks. Nee, daarom. We gaan het buiten even uittesten. Loop even achter me aan, ik plaats hem eventjes bij deze boom. We kunnen ook gelijk kijken of hij de boom ook opblaast. Ik kan gewoon een recht stukje vinden waar we niet. Kijk. Daar staat hij. Daar staat hij. Ik ga er af dat je staat hoor. Ja, ik zie hier wel potential in hoor. Nou ja, ik zou je zeggen, als ik vanaf hier kom, je ziet hem nu echt niet. Oh wauw, oh dat gaat wel werken dit. Haha, vet. Ik ben zo ver. Ik wil het wel zien. Weet je dat je zo dichtbij staat? Ja hoor, dat kan wel. Oké. Je leeft nog wel. Ja. Ik had 23% en bloed. Maar, hoeveel damage deed het? Totaal, even kijken, 23 ga ik over. Oké, dat is best nog wel wat. Ja. Oké, dus gewoon, het is het 3/4 plus bloeding. Ja. Oké, goede bloeding. Ik pak eventjes de jerrycans. En de flashlights. We hebben niet van Jan Doedel zo veel op stek. Even kijken, wat kost het? Een duct tapeje. En twee keer touw. Geweldig. Twee keer touw. Craft. 1, 2. Ik hoop nog één keer terug. Dat ik wel nog op de benzine kunnen rijden straks. Dank u. Ik heb ook nog, omdat we toch bezig zijn, hier een snare en barbed wire liggen. Oh ja. Een combo gewoon. Zo, ik ben blij dat de eerste persoon, de Don Clan, is weer eens gejoind. Wacht. Kom op paars. Dat is wel een mooie kleur, ja. Zo. Zo, jongens, ik ben blij. Ik zeg even jongens, want ik verwacht dat de andere members van de Don Squad... Nee, wacht. Ik wil toch heel... Dat is toch leuk, ja, sorry. Ja. Zo, ik ben blij dat de eerste member van de Don Squad weer terug is. De Don keert terug en zijn leden zullen langzaam ook terugkeren. Nee, ik zie dat je naar die rode kijkt, maar ik wil het niet weten. Ik verwacht dat de andere Don mensen ook terugkeren. Ik voel het als Voldemort, zeg maar, die ze volgeling ook weer terug verwacht als hij terugkeert. En wat we gaan, ook een andere vergelijking, we gaan weer terror zaaien in de landen. Als in nu, we gaan nu weer terror zaaien. Oké, kom, we gaan.